Heel veel dank voor de uitnodiging om hier vanavond te mogen spreken. En um, ook ik moet bekennen dat ik niet veel van Kerdijk wist voordat ik werd uitgenodigd. Maar ik heb me ingelezen, en als je dat dan doet, dan is er maar één gedachte die mij niet kon loslaten. Het is maar goed dat ze hebben doorgezet. Het is maar goed dat Arnold Kerdijk en al die andere linkse progressieve leiders in de 19e en de 20e eeuw hun strijd voor een socialer, vrijer en democratischer Nederland bleven voeren. Ondanks alle tegenstand. Want wat als ze hadden opgegeven? En natuurlijk, gelukkig is het maar speculatie. Maar ik durf de stelling wel aan dat veel van de verworvenheden. waar onze opa's en oma's, onze vaders en moeders, u en ik. van hebben geprofiteerd, er dan niet waren geweest. Dat we geen algemeen kiesrecht hadden gehad. Dat sociale wetten om ons te beschermen tegen armoede en onzekerheid. Dan niet of op zijn best pas veel later waren gekomen. Dat belastingen voor de rijken om de welvaart te delen slechts bij nobele intenties waren gebleven. Net als de achtjurige werkweek, het vrije weekend en het recht op pensioen. Maar gelukkig is dit allemaal maar speculatie. Want gelukkig lieten deze linkse progressieve krachten van die tijd zich niet ontmoedigen door skepsis, cynisme of behoudzucht. En gelukkig organiseerden ze zich. Bouwden ze aan een betere samenleving. In maatschappelijke organisaties, in vakbonden, in nieuwe politieke partijen. Sommigen om een stem te geven aan de arbeidersbeweging. Zoals de Sociaal Democratische Arbeiderspartij. Anderen door verschillende klassen te verbinden in een missie om ongelijkheid te bestrijden. Zoals de mede door Kerdijk opgerichte Vrijzinnig Democratische Bond. Twee bewegingen die na de Tweede Wereldoorlog opgingen in de Partij van de Arbeid. Dames en heren, dat die bewegingen zich organiseerden, dat was noodzaak. Want ze wisten dat met hoop en overtuigingskracht alleen het niet ging lukken. Ja, ze hadden krachtige ideeën om de sociale kwestie op te lossen. De grensloze armoede en de slechte leefomstandigheden van werkende mensen. Waar de industriële revolutie mee gepaard ging. Maar die ideeën die waren weinig waard zonder doorzettingsvermogen, zonder politieke strijd. En steeds vonden ze in die strijd de taaie oude politiek op hun pad. En die oude politiek die herken je gelijk, meestal aan een grijs, driedelig pak. Ze zochten elkaar op in deftige sociëteiten zoals deze. En ze hielden vast aan versleten ideeën die het zicht op vooruitgang blokkeerden. Aan het dogma van de nachtwakenstaat, die vooral de onbeteugelde krachten van de vrije markt de ruimte moest geven. Aan het waanidee dat macht voorbehouden moest zijn aan de elite. En aan het moedeloze uitgangspunt dat ongelijkheid nu eenmaal een natuurlijk gegeven is. En tegen die klippen op streed Arnold Kerdijk voor een nieuwe politiek. Ver voor de troepen uit schreef hij een pamflet, waarin hij een land sprak voor de leerplicht. Om onderwijs het fundament te laten vormen voor de toekomst van ieder kind. Hij formuleerde voorstellen voor een progressief belastingstelsel. Om de vermogenden hun eerlijke deel te laten betalen en om ervoor te zorgen dat mensen met een smalle beurs fatsoenlijk van hun verdiende loon konden leven. En ver. Ver voordat vele anderen de moed hadden om daarvoor op te, op te komen, bepleitte hij invoering van het stemrecht voor alle Nederlanders. Om in zijn eigen woorden het vertrouwen des volks terug te winnen. Het volk dat al zo lang op de dichte deuren van de Haagse macht aan het bonzen was. Kerdijk en anderen wilden stap voor stap afrekenen met die oude politiek. Met een politieke klasse die vooral gevestigde belangen behartigde. Ze wilden een nieuw begin. En, beste mensen, hun doorzettingsvermogen dat werd beloond. Want kabinet na kabinet wilden er niet aan beginnen. Maar die leerplicht, die kwam er. En het nieuwe belastingstelsel. En het algemeen kiesrecht. Historische vergelijkingen maken, daar moet je altijd mee oppassen. En ik begrijp heel goed dat er grote verschillen zijn... tussen het turbulente politieke tijdgevricht van Kerdijk en die van ons... Maar er zijn ook belangrijke overeenkomsten. Want ook onze tijd wordt getekend door een strijd tussen oude en nieuwe politiek. Net als in de tweede helft van die negentiende eeuw. Toen ontworstelde Nederland en andere landen in Europa zich aan de macht van die oude politiek. Die geen enkel perspectief op vooruitgang bood. Terwijl het overal broeide in Europa. En als ik naar het Nederland van vandaag kijk, dan zie ik opnieuw een oude politiek die geen antwoorden heeft op de grote kwesties van onze tijd. Terwijl er opnieuw grote onvrede heerst, woede zelfs, over de staat van het land. Die oude politiek, dat is nu de politiek van het neoliberalisme. En ja, die term zal voor de meesten van u niet onbekend klinken. Sommigen zullen wellicht met de ogen rollen, of net als de huidige premier de realiteit ervan ontkennen. Maar dat legt ook de kern ervan bloot. Want het neoliberalisme, dat is een ideologie. Die doet alsof het geen ideologie is. Die zich verschuilt achter een retoriek van verstandig en efficiënt beleid en ondertussen de afgelopen decennia overal is doorgecijpeld en een enorme invloed heeft gehad. Het is een ideologie die de verzorgingsstaat heeft afgebroken, publieke voorzieningen in de uitverkoop heeft gedaan en stevast tot op de dag van vandaag kiest voor de belangen van de markt. Sterker nog, het is een ideologie die van de overheid een geluksmachine heeft gemaakt voor diezelfde markt. En dat tegen de achtergrond van een ideaal dat helemaal geen ideaal mag heten: oneindige economische groei. Maar misschien wel even belangrijk, nou, misschien nog wel belangrijker. Die neoliberale politiek die heeft mensen wijs gemaakt. Dat ze in een snelle wereld van winnaars en verliezers vooral hun eigen belang moeten nastreven. Want een ideologie die zegt, jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk, voor je eigen kansen, voor je eigen welzijn. Want een alternatief is er niet. Beste mensen, een linkse progressieve politiek staat die lijnrecht tegenover. Er was een politicus in de vorige eeuw die dat al vroeg doorzag. Iemand voor wie ik grote bewondering heb. Het was Joop den Uyl. In 1981, toen het neoliberale offensief dat Europa langzaam zou gaan veroveren... politieke macht begon te krijgen... hield hij op een mooie zondagmiddag in verkiezingstijd een meeslepende lezing... In een bomvol paradiso in Amsterdam. Het was een lezing van wel 2,5 uur. Ik dacht dat is een mooi voorbeeld, dus u zit hier zit hij nog wel even. <laughs> ik, ik zie allemaal bezorgde blikken. Ik beloof, ik hou het echt korter. Echt, uh... en, en, <laughs> ik zal mijn best doen. En in die lezing waarschuwde Den El zijn publiek. Alle linkse progressieve krachten zullen zich moeten verzetten tegen de ontwikkeling dat mensen zich afwenden van de politiek, hield hij zijn gehoor voor. Want dan komt het stuur van de samenleving, zoals hij dat zo mooi zei, in handen van een kleine groep machtigen. Hij waarschuwde voor het neoliberalisme. Hij noemde het een sirenezang die we zouden moeten weerstaan. Maar we hebben hem niet weerstaan. Maar ik denk dat we ons kunnen herpakken en dat is de belofte van links progressieve politiek. Want die politiek staat of valt met een collectief dat naar sociale vooruitgang streeft. Met het geloof dat mensen samen een rechtvaardige samenleving kunnen maken. Een maatschappij waarin we samen verantwoordelijk zijn voor ons welzijn en onze toekomst voor elkaar. En met het geloof dat het dus wel zin heeft om de straat op te gaan. Dat het wel zin heeft om je te organiseren dat het wel zin heeft om de gang naar de stembus te maken. Omdat wij samen de samenleving maken. En we niet de passieve consumenten zijn die de neoliberale politiek waar ze ons toe wil reduceren. Het is nu zo'n veertig jaar geleden dat NL deze toespraak hield. En de rest is geschiedenis. Een geschiedenis van neoliberale hegemonie En bovenal een geschiedenis van een politiek die inderdaad het stuur van de samenleving uit handen gaf. Die het uit handen gaf aan de markt en de overheid dienstig maakte aan de belangen van diezelfde markt. Achtereenvolgende kabinetten hier in Nederland kozen voor liberalisering en privatisering. Van onze energie, van onze zorg, ons openbaar vervoer, onze volkshuisvesting. Kijk naar onze energievoorziening. De laatste maanden. De politiek had er geen greep op. En ons energiebeheer dat werd geprivatiseerd in een tijd dat de productie van energie misschien wel een van de belangrijkste collectieve opgaven van nu is. En tijdens corona zag het hetzelfde beeld in de zorg: door een obsessie met efficiëntie was er een tekort aan zorgmedewerkers, een tekort aan bedden. Of neem de volkshuisvesting, die tot kapitaal knuffelende woningmarkt is ontaard. Want wat was steeds opnieuw het verhaal, de belofte. Dat de markt het goedkoper kon en dat de markt het beter kon. Voor duurzame energie, voor goede zorg, voor openbaar vervoer en betaalbare woningen. Maar het tegendeel is waar. De markt bracht grote tekorten, hoge prijzen, wachtlijsten. En terwijl het de markt heilig verklaarde, brak de overheid de verzorgingsstaat af. Holde de bestaanszekerheid voor hele grote groepen mensen uit. En liet het de ongelijkheid toenemen. En het resultaat van dit alles is een keer half grappend samengevat door de Amerikaanse econoom John Gannet Galbraith. Hij zei: we hebben socialisme voor de rijken en ontketend kapitalisme voor de rest. En de absurditeit daarvan die zien we helaas overal. We zien dat de vervuilende fossiele industrie miljarden bijschrijft, terwijl gletsjers smelten, bossen branden en meren opdrogen. We zien dat we via Schiphol massaal goedkoop kunnen vliegen, terwijl bagageafhandelaars niet fatsoenlijk worden betaald en gebukt gaan onder stress en onzekerheid. We zien dat in Nederland 2,5 miljoen mensen niet kunnen rondkomen en de rijen bij de voedselbanken langer worden, terwijl de topinkomens hun bankrekening gespekt zien worden. We zien dat een betaalbare woning voor velen een luxe wordt. Terwijl vermogende beleggers ermee kunnen handelen alsof het casino-muntjes zijn. We zien dat Tata Steel winsten boekt die haar eigenaren in India opstrijken. Terwijl kinderen in de buurt van de fabriek in Armuide de prijs van luchtvervuiling met gezondheidsschade moeten betalen. We zien dat de rijkste 1% van de wereld verantwoordelijk is voor meer dan twee keer zoveel CO2-uitstoot dan de 3,1 miljard armste van de wereld. En iedereen met ook maar een grijntje redelijkheid ziet dat dit zo niet langer door kan gaan. Dames en heren, dat brengt ons bij de vraag, waar staan we nu? Ik constateer dat de neoliberale mars van de laatste decennia inmiddels op haar laatste benen loopt. We staan voor het einde van een tijdperk. We zien een van crisis naar crisis strompelende politiek zonder nieuw perspectief. Een failliete politiek zonder de ideologische middelen om fundamenteel in te kunnen grijpen. Een politiek die de macht over het stuur is verloren. En dan krijg je ook een lagere opkomst bij verkiezingen. Dan krijg je afbrokkelend vertrouwen. Dan haken mensen af. Maar waar ik hoop uitput en waar ik ongelooflijk strijdbaar van word is dat steeds meer mensen ervan overtuigd raken dat zich inderdaad dat einde van een tijdperk zich aftekent. Die mensen maken zich zorgen over de toekomst van Nederland, over de wereld, over onze gemeenschappelijke toekomst. En ja, ze zijn ons soms ook cynisch en zeker ook teleurgesteld. Maar ik denk ook dat zij weten dat cynisme nooit het antwoord is. Dat ze vooral snakken naar een fundamenteel alternatief. Dat de terechte verontwaardiging en woede weten kanaliseren in een nieuwe politiek. Een onbeschaamd links en progressief alternatief. Een alternatief dat geen genoegen neemt met halfslachtige labmiddelen. Geen genoegen neemt met de schijn van vernieuwing. Met een nieuwe marketingstrategie. Nieuw leiderschap. Holle frases over Nederland als een, een breekbaar vaasje. Of welke Koek dan ook. Die moet doorgaan voor nieuwe ideeën. Want nieuwe ideeën, dat is nou juist waar het om gaat. Een fundamenteel links progressief alternatief moet dus een heldere ideologische opdracht hebben. En die opdracht is om definitief te breken met die oude neoliberale politiek. En om de macht terug te pakken van de markt. Maar we moeten ook een nieuw fundament leggen. Want breken met het oude, dat is misschien nog makkelijk, dat kan niet zonder te bouwen aan het nieuwe. En dat moeten we dus ook gaan doen. We moeten weer gaan bouwen. En dat bouwen dat doen we op basis van de klassieke links progressieve waarden. Rechtvaardigheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid. Waarden die de inspiratiebron zijn geweest van de vele linkse progressieve bewegingen op wiens schouders wij vandaag staan. En wat zouden moeten gebeuren? Ten eerste, we moeten bouwen aan een nieuwe verzorgingsstaat. Een nieuwe verzorgingsstaat die bestaanszekerheid niet minimaal interpreteert, maar maximaal nastreeft. Die de welvaart eerlijk verdeelt en waar breed toegankelijke publieke voorzieningen ook in publieke handen zijn. Ten tweede moeten we bouwen aan een duurzame economie. Waarin we zorgen dat alles wat schoon en duurzaam is, groeit. En grenzen stellen aan groei die roofbouw pleegt op onze planeet en onze mensen. En waarin winst waarin de winst niet, van aandeelhouders niet leidend is, maar datgene wat van toegevoegde waarde is voor de samenleving als geheel. En ten derde, we moeten bouwen aan nieuwe gemeenschapszin en gelijkwaardigheid. Om een samenleving te realiseren waarin we elkaar niet aanspreken als consument of concurrent, maar als gelijkwaardige medemens. Laat me deze drie uitgangspunten voor het links progressieve alternatief waaraan we gaan bouwen. Verder voor u uiteenzetten. Om te beginnen die nieuwe verzorgingstaat die de overheid weer achter het stuur wil zetten. En laat me daarbij de woningmarkt als voorbeeld nemen. Stelt u zich voor, de volkshuisvesting is in publieke handen. Zouden woningen dan nog steeds zo onbetaalbaar zijn als nu? Zouden we dan ook zo'n enorme woningnood hebben als nu? En zouden, we dan ook, zo zouden woningen dan ook zo onbetaalbaar zijn als nu? En zouden we dan ook een machteloze politiek zien die er maar niet in slaagt om huizen betaalbaar te krijgen en de productie op gang? Natuurlijk niet. Ooit was de volkshuisvesting de trots van ons land. En laat al die mooie buurten in Nederland, zoals de Spaandamme buurt in Amsterdam, met de ooit zo betaalbare woningen die daar zijn gebouwd, een voorbeeld zijn, onze inspiratie. Ons ideaal. Als we dus aan een nieuwe verzorgingsstaat willen bouwen, dan moeten we, om te, moeten we beginnen bij de volkshuisvesting. En ervoor zorgen dat het weer volledig in publieke handen komt. Dat we de taak van woningbouwcorporaties flink uitbreiden. Alle huur wordt dan weer sociale huur. Maar bij de volkshuisvesting kunnen we niet stoppen. We moeten verder. We moeten ook kijken naar de energievoorziening. Het onderwijs, de kinderopvang. Ook die moeten in publieke handen. Zonder dure bijlessen zorgen we dat op school nieuwsgierigheid voorop komt te staan. En het leren van nieuwe vaardigheden voor iedereen toegankelijk wordt. We zorgen ervoor dat onze bibliotheken voor iedereen zonder kosten gratis beschikbaar zijn. En de zorg die blijft zoveel mogelijk vrij van eigen risico's en eigen bijdragen, vrij van concurrentie en marktwerking. En we gaan bouwen aan goede collectieve voorzieningen voor onze ouderen. Kortom, we nemen het initiatief tot een grote deprivatiseringsgolf. Zodat we nooit meer horen, dat kan niet. Omdat de overheid het stuur aan de markt heeft overgelaten. En om die nieuwe verzorgingsstaat rechtvaardig te bekosten, delen we eerlijk in onze welvaart. En dat gebeurt nu niet. Integendeel. Ik vond dat je daar zojuist mooi aan refereerde. We hebben op dit moment helaas een systeem dat kapitaal beloont in plaats van arbeid. De vermogensongelijkheid nam een enorme vlucht. En het wordt eindelijk gezien, maar er gebeurt nog veel te weinig. En dat is werkelijk onbestaanbaar. Dus we moeten bedrijfswinsten hoger belasten. En als een pitbull achter de belastingontwijkers aan die hun geld verstoppen in brievenbusfirma's. En de belasting op inkomen uit vermogen. Die moet net zo hoog zijn als de belasting op het inkomen van mensen die gewoon werken. Er moet een forse miljonairsbelasting komen. En het minimumloon gaat naar 60% van een modaal inkomen. Solidariteit wordt weer ons leidende en ononderhandelbare principe. Want ik zeg het onze Sociaal-Democratische Wethouder uit Amsterdam, Marjolein Moorman, wat fijn dat je er bent. Ik zeg het je na. Ongelijkheid is geen fact of life. Ongelijkheid is een keuze. En die keuze wil ik niet maken. Het tweede streven van een links-progressief alternatief is het bouwen aan een duurzame economie. En voor wie nog twijfelde of hoopte dat het zo'n vaart niet zou lopen. Deze zomer is het nogmaals goed duidelijk geworden: de klimaatcrisis is hier en nu. Noem het alarmisme, noem het realisme, noem het wat u wil. Maar als we de klimaatcrisis niet snel oplossen, dan staat niets minder dan de toekomst van onze beschaving op het spel. We moeten onmiddellijk de draagkracht van de aarde als uitgangspunt nemen voor onze economische ontwikkeling. En die opgave die dwingt ons ertoe onze economie opnieuw vorm te geven. Bouwen aan die nieuwe economie betekent dus ook het ketenen van het kapitalisme. En dat is ook de reden dat rechtse politici, voornamelijk in de Verenigde Staten, maar we hebben hier ook een paar. Zich zo verzetten tegen klimaatpolitiek. En ze noemen daar eh, groene politici watermeloenen. Groen van buiten, rood van binnen. En over het algemeen praten dit type politici de grootst mogelijke onzin. Op dit punt moet ik ze gelijk geven. Want een duurzame economie betekent een systeemverandering. Het vraagt om een industriepolitiek die grenzen stelt aan wat bedrijven met onze aarde mogen doen. En rood van binnen betekent ook sociale rechtvaardigheid. Want de lasten voor die broodnodige systeemverandering... die moeten gedragen worden door de machtigen. Door de grootste vervuilers. En mijn collega Atje Kuiken in de Tweede Kamer... die zei het bij de Algemene Politieke Beschouwingen vlijmscherp. Duurzaamheid dat is niets anders dan de bestaanszekerheid van de toekomst. In uitzonderlijke situaties kan er veel zo bleek wat de laatste jaren. Ik, ik had het, niemand van ons had het liever meegemaakt. We hadden corona liever overgeslagen en een oorlog in Oekraïne al helemaal. Wat deze situaties laten zien dat zaken die heel lang ondenkbaar lijken, plotseling wel kunnen. Dus laten we gaan bouwen. In de deprivatiseringsgolf die wij voorstellen draaien we de liberalisering van de energievoorziening terug. Zo krijgen we weer grip op onze energievoorziening. Grip op welke bronnen gebruikt worden. Voor energieopwekking. Grip op de prijs. En zo voorkomen we dat buitenlandse bedrijven en speculanten er met de winst van doorgaan. Ook dat is bouwen aan een duurzame economie. We streven bovendien naar een landbouw waarin we milieu- en diervriendelijk boeren. En de bio-industrie afschaffen. Waarin we bouwen aan veel beter openbaar vervoer. Waarin we niet meer hoeven te vliegen op de korte en middellange afstanden, maar de snelle trein kunnen nemen. Waarbij het openbaar vervoer het bindmiddel wordt binnen de steden en tussen stad en platteland. En waar we onmiddellijk stoppen met de exploratie van nieuwe gas- en oliebronnen. En ik wil hier nog iets aan toevoegen. Iets wat volgens mij belangrijk is om te beseffen. Want de marktlogica van de laagste prijs leidt niet alleen tot uitbuiting van de aarde. Het heeft onze wereld ook onveiliger gemaakt. De wereld geopolitiek instabieler. We zijn voor ons gas afhankelijk geworden van Poetin. Voor onze elektronica van China. Voor onze medicijnen van India. En dat moeten we niet meer willen. We moeten in Europa een duurzame economie bouwen die zelf in de belangrijkste behoeften kan voorzien. Dat is duurzaam en sociaal. En dus ook veilig. Beste mensen, het derde streven. Dat gaat over bouwen aan nieuwe gemeenschapszin en gelijkwaardigheid. Bouwen, bouwen aan hoe we met elkaar samenleven en samenwerken. De oude politiek van het neoliberalisme ziet mensen allereerst als individuen die hun eigen belang najagen. En ik ga nog een keer terug naar die zondagmiddag. Naar de Paradiso-lezing van Den Uyl. Want daarin voorzag hij de ingrijpende gevolgen van dat uitgangspunt. Hij zei daar, de privatisering van sociale verhoudingen leidt tot fragmentatie en een vergruising van het maatschappelijk bestel. Dat is precies wat we de afgelopen jaren hebben zien gebeuren. Het ging veel te vaak over ik en veel te weinig over wij. Mensen werden aangesproken als een zelfredzame consument. Niet als burger van een democratische rechtsstaat. Ik ben ervan overtuigd dat de bron van vooruitgang en geluk niet concurrentie is, maar samenwerking tussen mensen. Dat vrije mensen in een gemeenschap tot ontwikkeling komen. En dat de gelijkwaardigheid van ieder individu daar een voorwaarde voor is. En daarom gaan we bouwen. Aan een samenleving waarin iedereen gezien wordt en mee kan doen. En dat vraagt om een stevige en consequente aanpak van racisme, antisemitisme en islamofobie. En om een daadwerkelijke steun voor de LHBTIQ-plussers. En politieke leiders zijn nu aan zet. Want dat doet het toe. Of we de waarde van gelijkwaardigheid uitdragen en grenzen stellen aan de aanvallen daarop. Of niet. Of we opstaan tegen haat en discriminatie. Of dat nalaten. Want ondertussen zien we politieke leiders die vluchtelingen, moslims, joden en mensen van kleur verdacht maken. En dat probleem dat groeit. Het probleem van radicaal en rechtsextremistische krachten die parasiteren op de gevoelens van machteloosheid en wanhoop. En gesterkt door het grimmige voorbeeld van autoritaire leiders over de grens misbruiken ze die woede. En verontwaardiging van mensen voor een aanval op onze democratie. Ze verspreiden complotten en racistische opvattingen en praten Poetins verschrikkelijke oorlog in Oekraïne goed. En inmiddels hebben ze daar bij de publieke omroep ook een podium voor gekregen. Wat mij betreft een absoluut dieptepunt. En de bron van dit alles is de jarenlange verharding en verrechtsing. En de normalisering ervan door de zogenoemde middenpartijen, die extreemrechtse krachten erbij trekken. Een ei over de bol, totdat het electoraal niet meer uitkomt. We moeten in Nederland af van die misplaatste nuchterheid, die extreemrechts schromelijk onderschat. Het is er. Het heeft een agenda en het moet bestreden worden. En dat is de democratische plicht voor ons allemaal. Ja. Een scherp politiek debat hoort bij onze democratie. Maar over wat groter is dan een politieke mening, over de normen van menselijkheid en de rechtsstaat, moet een land nooit willen onderhandelen. Hoe noodzakelijk ook. Een links progressief alternatief voor Nederland kan niet bouwen op een inhoudelijk programma voor verandering alleen. Het kan niet zonder politieke krachtenbundeling. De afgelopen periode heeft onze partij nauw samengewerkt met de Partij van de Arbeid. We lieten elkaar niet los bij de kabinetsonderhandelingen. We trokken samen op in de Tweede Kamer en maakten een gezamenlijk oppositieakkoord. Ik vraag me nog wel eens af of ze in het kabinet niet denken of ze wel de juiste keuze hebben gemaakt, maar dat geheel terzijde. En afgelopen juni besloten onze leden met de grote meerderheid dat onze eerste kamerfracties na de provinciale statenverkiezingen volgend jaar samen één fractie zullen vormen. Een historische stap. En ik heb het al heel vaak gezegd en ik herhaal het hier nog een keer: het is een samenwerking die mijn hardgrondige steun heeft. Want in de politiek sta je schouder aan schouder sterker dan alleen. En daarom ben ik zo gemotiveerd om verder te werken om de banden tussen onze partijen te versterken. We, verdelen, we delen een verleden. In de vorige eeuw trokken de Partij van de Arbeid en de voorlopers van GroenLinks al samen op. Ik probeer het te vertellen alsof ik erbij was, maar ik was nog niet geboren. Ja. Het was 1972. In 1972 vonden de PvdA, de PPR en het D66 van belangrijk om aan toe te voegen Hans van Mierlo, elkaar in een gezamenlijk akkoord. Keerpunt 72. Een akkoord dat zich uitsprak voor verbetering van de kwaliteit van het bestaan. Voor milieuactie en voor democratisering. En onze bewegingen zijn elkaar ook de laatste tijd weer verder genaderd. Vroeger, dat is nog niet zo heel lang geleden, toen werden we nog wel eens tegen elkaar uitgespeeld: FNV versus milieudefensie. Economie versus ecologie. Onrecht dat mensen nu wordt aangedaan versus onrecht, dat voor rekening. Van toekomstige generaties komt. Maar er heeft een verzoening plaatsgevonden, zou je kunnen zeggen, tussen de rode en groene idealen. Een steeds sterker besef dat onze strijd dezelfde is. De strijd voor rechtvaardigheid, voor duurzaamheid en voor gelijkwaardigheid, die dienen hetzelfde doel. We staan tegenover diezelfde oude politiek. Nu zie ik allemaal mensen denken, ja, en nu. Hoe verder? Laat ik daar helder over zijn. Ik denk dat de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks een belangrijke volgende fase in moet. Dat we de dure plicht hebben aan de kiezers een alternatief te presenteren. En dat kan alleen als we het samen doen. We hebben het laten zien met ons gezamenlijk plan voor een prijsplafond voor de energierekening. We gaan het laten zien. Bij de campagne voor de eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. En we moeten het ook laten zien bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen, wanneer ze dan ook zijn. En daarom is het mijn ideaal dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks als één links-progressief blok met een gezamenlijk programma de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer ingaan. Woe! En dat links progressieve blok, dat moet de grootste van Nederland worden. Want de tijd is, is rijp voor linkse hergroepering. En daarom moeten we ons fundamenteel aan elkaar committeren. Verder kijken dan, één verkiezing. De kiezer in Nederland heeft recht op een wezenlijk alternatief... in dit versplinterde politieke landschap. En dat alternatief, dat moeten wij bieden. In de westerse wereld woedt een strijd tussen progressieve idealen aan de ene kant en de oude politiek soms zelfs in samenwerking met extreem rechts aan de andere kant. En in Spanje en Duitsland won links progressief. In Zweden en Italië rechts. En dat is ook de strijd bij de volgende Kamerverkiezingen. En Italië laat heel scherp zien wat de noodzaak is van linkse samenwerking. Want rechts extreemrechts, kon daar een parlementaire meerderheid veroveren omdat links verdeeld was. Linkse leiders konden niet over hun onderlinge verschillen heen stappen en weigerden een blok te vormen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het hier wel kan. En veel mensen delen deze overtuiging. En wij zijn realistisch. Wij vinden het belangrijk dat linkse partijen zich niet laten verlammen door verdeeldheid... Dat we in een versplinterd landschap de democratische bestuurbaarheid niet op het spel zetten. En aan de Partij van de Arbeid en mijn eigen partij en iedereen die zich bij deze missie thuis voelt, de taak om ons niet blind te staren op het narcisme van het kleine verschil en de krachten te bundelen. En mijn oproep aan iedereen die sympathie voelt voor de linksprogressieve progressieve zaak is dan ook: besef dat we alleen schouder aan schouder sterk genoeg staan. Tegenover al die partijen die de oude politiek in stand houden. En dat wat we gemeenschappelijk hebben, vele malen groter is dan dat waar we verschillend over denken. Dames en heren, in 2015, hier even verderop, werd ik fractievoorzitter van GroenLinks. Dat is al even geleden. Ik heb, voor zover ik weet, nog geen grijze haren. Volgens sommigen, mijn vrouw voorop, ben ik wel een stuk dikker dan toen. Maar wat ik bedoel te zeggen is, ik loop best een tijd mee al hier in Den Haag. Maar ik ben nog even gemotiveerd als dat moment, 12 mei 2015. Toen ik zei wat onze opdracht was. We hebben de opdracht om Nederland te veranderen. En die staat nog steeds. En naar mijn gevoel meer dan ooit. Want we staan als gemeenschap voor een keuze. Door op de oude weg of kiezen voor een nieuw begin. Kiezen voor het einde van het neoliberale tijdperk of het leggen van een nieuw fundament. Door te bouwen aan een nieuwe verzorgingstaat, te bouwen aan een nieuwe duurzame economie, te bouwen aan nieuwe gemeenschapszin en gelijkwaardigheid. En als middel om dat te realiseren een links-progressief blok bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Want de grote kwesties waar dit land voor staat, die vragen, nee, die, die schreeuwen werkelijk om een links-progressieve politiek. Die haar ideologische veren met trots draagt. En die onbeschroomd die oude politiek van het toneel durft af te stoten. En komt al die verandering dan binnen één decennium? Natuurlijk niet. We bouwen aan verandering. En we weten dat we een lange adem nodig hebben. Maar we kennen de richting. En we laten ons vooral niet van de wijs brengen. Want als er één les is te trekken uit de geschiedenis. Van links-progressieve politiek, dan is het dat doorzetten het verschil maakt. Dat de bereidheid die al die bewegingen in het verleden hebben getoond, de bereidheid je te organiseren en te strijden voor je idealen, resultaten oplevert. Want zonder die overtuiging gaat het niet. En Arnold Kerdijk en zijn geestverwanten, die wisten dat. En als wij in onze tijd handelen naar diezelfde overtuiging. Dan weet ik zeker dat de geëngageerde toeschouwer later, als we terugblikken, kan zeggen: Ik ben blij dat ze toen hebben doorgezet. Dank u wel.